Vandaag hebben we de halve finale van de CEO for One Man Challenge 2020. En dit jaar liep het net allemaal een beetje wat anders. We hebben een soft skill test gehad, een digitale business case ronde, een digitale pitch. En nu kunnen we eindelijk de kandidaten live ontmoeten. En wat zijn we trots op de kanjers die hier vandaag staan. Je hebt nog niemand gezien en tot gisteren eigenlijk wist ik ook helemaal niet wie mijn competitie was. Maar het is zoveel fijner en leuker ook om iedereen dan wel uiteindelijk een keer te zien. Ik merk vooral dat iedereen gewoon super energiek is, super spontaan en allemaal eigenlijk een beetje hetzelfde is. In de zin dat we allemaal gewoon super graag willen en super gemotiveerd zijn. Het is zo mooi om te zien dat iedereen ook van andere achtergronden komt. En dat komt echt zo mooi naar voren en dat vind ik heel gaaf. Het verhaal moet gewoon strak zijn. Dus dat heb ik gewoon helemaal uitgedacht, uitgeschreven en vervolgens geoefend, geoefend, geoefend. En dan is het straks, is het gewoon doen. Ook voor mij is het weer luisteren naar wat hen drijft, bezighoudt. En dat inspireert mij ook enorm. En daar leer ik ook weer van. Wij leren van hun en zij leren van ons. En ik heb nu al een aantal mensen die ik gewoon heel graag wel wat tips al wil geven. Omdat ik denk, oh ja, I've been there, weet je wel. Dus dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk. Ja, het ging best wel goed voor mijn gevoel. Ik vond het best wel een beetje spannend. Maar toen ik daar eenmaal stond, had ik een heel comfortabel gevoel en kwam het er eigenlijk allemaal heel lekker uit. Om al deze mensen te zien met hun energie en al die passies die ze hebben, al die ambities die ze achterna gaan. Heel erg leuk om met hen te netwerken, om hen te ontmoeten en te kijken misschien dat we iets met elkaar kunnen doen. Want we hebben allemaal hetzelfde doel en dat is iets maken van ons leven.